dat is aardig gelukt. We zijn heel blij mee met dit boek. Het boek is natuurlijk nooit af, maar we dachten we moeten toch een keer drukken, want anders kan niemand het lezen. Het was genomineerd dus voor managementboek van het jaar. Alleen er zaten mensen dus van grote adviesbureaus in de jury. En we leggen in dit boek uit waarom je grote adviesbureaus niet meer nodig hebt. Dus ja, dat is natuurlijk vraag en moeilijkheid. Het boek is vrij goed verkocht. Ik moet eerlijk bekennen, we hebben van onze vorige uitgever nooit precies gehoord hoeveel er al verkocht zijn. Maar het loopt in de duizenden, dus dat is mooi. Ik ben alleen nooit zo erg bezig met de geldkant van een boekje, want ik wil graag dat iedereen het leest. Überhaupt een idee. Als je een boek hebt geschreven, wil je dat iedereen het leest. Ik blijf het raar vinden als je een boek hebt geschreven, dat je zegt, ja, eerst geld. Huh? Hoezo? Dus het is een aantal duizenden keren verkocht, het is goed ontvangen. Het is inmiddels denk ik zo'n 35.000 of 40.000 keer gedownload als pdf. Dat zijn echt geen lullige aantallen, dat zijn echt heel veel mensen. En ik heb meegemaakt dat ik op een kantoor kwam en dat er hele stapeltjes boeken geprint, ook nog aan één kant geprint, niet eens dubbelzijdig, met easycratie-lagen. Dat ik dacht, ja, zo kan het ook. Toen dit boek uitkwam, toen waren de iPads en de... kom er weer bij? Hoi, welkom, kom er lekker bij. Hoi. Toen dit boek uitkwam, toen was de iPad nog maar net gelanceerd. En inmiddels hebben we natuurlijk overal tablets, dus handig om op een tablet te lezen. Dus we weten niet precies hoeveel mensen dit boek tot zich genomen hebben. We hebben ook nog een iPad en iPhone app nog steeds, die is gratis, kun je ook downloaden. En die is ook iets van 10.000 keer gedownload. Dus ons vermoeden is dat dit boek ergens tussen de 40 en de 50.000 keer bekeken is. En of het doorgebladerd is of gelezen is. Ik ken al die hype cycles en al die innovatiemodelletjes niet zo goed uit mijn hoofd. Maar er bestaat zoiets als, als je iets doet heb je altijd eerst de innovators. Die gaan ernaar kijken en snuffelen. Dat zijn er dan een paar die denken, hé, dat is geinig, dat is nieuw, laat ik lekker mee spelen. Dan heb je de early adapters. Dat zijn de mensen die denken, oh, als al die innovators wat cools doen, dan gaan wij daar ook maar naar kijken, want misschien is het wel wat. En dan heb je de early majority. Dus het grootste, het vroege deel van de meerderheid, die gaan ernaar snuffelen. Dan komt daarna de late majority. Kijk, Jurian, die hebben we net over gehad. Die denken dan, nou, als iedereen het erover heeft, moeten wij ook maar wat doen. En dan heb je altijd de lekkers. Die doen nergens aan mee. Dat zijn van die lui die nu ook nog geen smartphone hebben, maar over 2 jaar wel. Meestal ben ik, laat ik het even bij mezelf houden, 2-3 jaar te vroeg met alles wat ik doe. Dat is een beetje story of my life. Heb ik bedacht, nou, dit is toch handig? Dan zegt iedereen, nou, leuk dat je enthousiast bent. We kijken ernaar, maar dan duurt het nog even voordat de rest het oppikt. En wij denken dat we geen beter moment in de tijd hadden kunnen hebben om met nog een stukje easycratie vandaag uit te komen. De easycratie, het kleintje, de samenvatting. Dus vandaag brengen we, dat is de aanleiding voor deze bijeenkomst, kleintje easycratie uit. De easycratie in een half uur versie, omdat nog steeds niet iedereen het boek had gelezen, dachten we, wat gaan we daar nou aan doen? Maar dit is het begin van iets nieuws. In dit boek leggen we dus uit, bijna alle grote vraagstukken van deze tijd, zorg, onderwijs, duurzaamheid, shit die er aan de hand is bij de politie, de brandweer, dingen waar we ons druk om maken, de samenleving. Al die vraagstukken zijn in de kern, wat ons betreft, bureaucratisch van aard. De kennis is al wel ergens, de mensen die wat willen, die zijn er al. De passie is er, de wilskracht, de ideeën, de talenten, technologie, de ideeën. En op een of andere manier hebben we allemaal rare dingen ertussen gestopt. Dat heet dan managementlagen en organisaties en iets met geld en verantwoording, papier en controle. Waardoor we dat dan niet doen. Dus ja, dat wilden we heel graag beschrijven. Nou, vandaag gaat het over een aantal dingen. Even kijken, wat is er tot nu toe geweest? Daar heb ik wat van verteld. Iets vertellen over onze nieuwe uitgever. Die zit hier, dat is heel cool. Dat is Sonja, een van de allercoolste uitgevers die ik ooit heb ontmoet. En ik heb er nogal wat ontmoet. En we weten wat we hierna gaan doen. Want dit boek is eigenlijk af. Vandaag komen we met Kleintje Easycratie, de broekzakversie. En waarvan we hopen dat het makkelijker is voor iedereen om het boek verder te verspreiden, maar ook tot je te nemen. En ik vind het leuk om wat te gaan vertellen over het boek wat we nu aan het maken zijn, waarvan we hopen dat in april, kijk Erwin aan, waarschijnlijk mei of juni of zo, maar in elk geval geen september, in de winkels ligt en ook weer op het web te vinden is. En dat heeft alles te maken met de plek waar we nu zijn. Wie is hier vandaag voor het eerst? Ah, heel mooi. Normaal zijn we hier bij wat heet de Kamer van Koophandel. Ik neem aan dat iedereen het instituut kent. Kamer van Koophandel, heel oud. Hoe oud is dat eigenlijk, Kamer van Koophandel?
100 jaar of zo? Echt vet oud. 150 jaar. Kamerverkoophandel. En daar liepen vroeger van die mannen in pak met van die knopen en zo. En die gingen dan heel gewichtig doen. En toen mocht je nog roken hier. Iets met sigaren roken en zo. Ze roken nog steeds. Ja, maar die mannen hebben gewoon gewicht gepakt. Die hebben ze nog steeds hier. Oké, okay, nou, die durven blijkbaar nooit te komen waar wij zijn hier. En die kamers van koophandel die hebben in de loop van de jaren een aantal functies gehad. Het handelsregister. Dat is als je een bedrijfje begint dat je inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Dan moet je daar een acceptgiro voor betalen. En ja, dat is eigenlijk een beetje suf. Dat kan vast veel slimmer, maar dat hebben ze nog niet door. Of dat hebben ze wel door, maar nog niet ingevoerd. Ze hebben ook exportbevordering als hobby of als taak. En dat is dan goed dat je de bedrijven die bij je staan ingeschreven, dat je die helpt met het bevorderen van de export van je spulletjes. En dat is goed voor de regio. Want dan komt het buitenlands geld, hopelijk niet uit Griekenland, komt dan naar ons toe en dan gaat het beter met ons. Ze hebben nog een taak. En dat is een beetje een fusieachtige taak. Dat heet regio-stimulering. En ik heb dat maar geïnterpreteerd als zoveel mogelijk reuring in een gebied maken. Zorgen dat er de hele tijd van alles gebeurt. Dat iedereen denkt, nou, hier gebeurt wat zeg. Dan leren mensen elkaar kennen. En dan gaan ze samenwerken. En heb je met z'n allen meer. Nou heeft het ministerie van Economische Zaken heel lang geleden iets nieuws uitgevonden. Die dachten, hoe creëer je nou werkgelegenheid in Nederland? En die hebben bedacht, oh, natuurlijk. Via het MKB, het midden- en kleinbedrijf, want dat zijn de meeste bedrijven van Nederland. En als je die kan helpen met het doen van innovaties, want soms hebben ze niet genoeg kennis of vaardigheden en contacten. Als we het midden- en kleinbedrijf van Nederland kunnen helpen met het doen van innovaties, en een aantal daarvan lukken, dan hebben ze vast meer mensen nodig. Dus dat is een hele slimme banenmotor. Toen hadden ze daar nog een sticker voor nodig, die hebben ze erop geplakt, het heet Syntens. Innovatienetwerk voor ondernemers. Maar die gaan fuseren met de Kamer van Koophandel. Dus we zitten nu in een gebouw dat gaat over die drie functies. Handelsregister, exportbevordering, regio-stimulering. En binnenkort ook innovatie. En toen zeiden wij, en wij is Jan Henk en Peter en ik. Nou, de hele regio-stimulering hè, en dat innovatie, nou, daar hebben wij ook wel verstand van. Laat ons maar even klooien en spelen. Alleen dan zonder papieren, en geld en toestanden, maar op onze manier. En daar hebben we een trucje voor bedacht. En dat hebben we Permanent Beta genoemd. Permanent Beta betekent eigenlijk nooit af. Wie van jullie heeft een Gmail? Oké. Okay. Gmail van Google is heel lang in beta-fase geweest. Beta-fase is een soort naam die je geeft aan een softwareproduct. Van, nou, dit is eigenlijk nog niet af. Het is nog niet af. Ga ermee spelen. Het kost niks. Je moet niet zeuren. Als het niet werkt, nou, sorry, het is nog niet af. Dus het woord beta is heel lang gebruikt. Wordt nog steeds gebruikt om aan te geven dat iets nog niet af is. Toen dachten wij, wij gaan hier lekker klooien en kutten, dingen uitproberen. Op het gebied van regio-stimulering, dingen in beweging zetten, kennis verzamelen. Op het gebied van brains, tech en culture. En dat doen we gewoon permanent. Want als iets permanent in beta is, dan hoeft het nooit af te zijn. En als het nooit af hoeft te zijn, hé, dan kunnen ze ook niet zeiken. Dat hadden we zo bedacht. Daar ga ik zo wat over vertellen, als je het leuk vindt. Voor die tijd vind ik het wel even leuk om te snappen en te weten met welke insteek jullie hier naartoe gekomen zijn. Want ik ben heel blij dat jullie er zijn. Erwin ook en de uitgever ook. En onze boekjes zijn ook heel blij dat jullie er mee zijn, zeg maar. Die mogen straks op reis hopen. Dus dat vind ik leuk om even te doen. We hebben een community op Facebook betrokken bij het verzinnen van de naam Kleintje Isocratie. Erwin gaat vertellen wat er uitgekomen is. Dat is leuk. Er zijn ook mensen die een etentje gewonnen hebben met Erwin en mij. Weet waar je aan begint. En dan denk ik dat het leuk is om even iets te doen met het boekje zien. Ik ben eigenlijk zelf ook wel nieuwsgierig. Ik heb me ingehouden. Het zit daar in die doos en ik heb er niet in gekeken. Dat vond ik wel cool. Dat dan het echte moment dat we dat ook samen deden. Dus dat gaan we dan ook doen. En dan vind ik het leuk om een verhaal te gaan vertellen over waar wij denken dat het na Isocratie naartoe gaat. En als jullie dan denken, heus niet. Nou, dat is dan handig dat wij dat ook weten. Dan hoeven we dat niet op te schrijven. Het is muisstil. Heel stil. Dus waarschijnlijk vinden jullie het ook net zo spannend als ik. Of het is omdat je denkt, oh shit, nou moet ik wat zeggen ook, want dan gaat het vragen. Ja, dat klopt, dat is nu. Waarvoor zijn jullie gekomen? Even kort rondje. Wie wil daar iets over zeggen? Heus wel iemand, kom. Ja, dat zal ik maar beginnen. Ik kwam Ilse ondersteunen, maar ik was ook oprecht nieuwsgierig. Ik kende het helemaal niet. Maar wat maakte dat Ilse iets gezegd had waar jij nieuwsgierig van werd? De naamgeving. Die vond ik, trok me met. Ik zat direct aan bureaucratie te denken. Ik krijg nu een uitleg, dus ik begrijp nu ook waar het voor staat. Ik denk, oh, check, huppakee, ja. Die had ik goed begrepen. Ja, oké, okay, mooi. Andere mensen? Ja, ik ben ook wel heel erg van spread the word.
Volgens mij is het geweldig om de manier waarop jullie zeg maar, in het verleden bezig zijn geweest met dit hele verhaal, om dat nu in een kleine versie weg te zetten. Dus ik ben hier ook met een heel platte missie misschien wel, om te denken van nou, ik ga dat gewoon zo meteen ergens waar in allerlei kerstpakketjes richting mijn klanten, et cetera, te strooien. Want er moet gewoon meer reuring komen. Nou, en volgens mij is dat een uitstekende gelegenheid om het op deze wijze te doen. Dat was ook het idee. Hoe maken we het zo makkelijk verspreidbaar dat iedereen het mee kan nemen en kan, dat niemand een reden kan hebben om het niet te gaan lezen? Ja, helemaal goed. Hartstikke leuk. Nou, dankjewel. Nou ja, wij hebben elkaar vorige week ontmoet. Ja. Next Entrepreneurs. Ja. Dus sprak je net in Nederland. Ik was gewoon nieuwsgierig. Ik wilde nog wat meer weten over EasyGrassy. Okay. Behalve dan wat jij vorige week al vertelde. Oké, helemaal goed. Mooi. Leuk. Nou, zullen we nog... Is er iemand die hier nog iets over wil zeggen voordat ik Erwin zich met het juryrapport laat bemoeien? Nee? Oké. Okay. Nou, dat gaan we nu vertellen, want dat hadden we beloofd thuis. Het wordt opgenomen, dan kunnen we dat weer op Facebook zetten. Er zijn best veel inzendingen geweest. Want ja. Wij dachten, ja, kleintje EasyCratsy. EasyCratsy in een half uur. Ja. Nou, ik geef jou gewoon even het woord. Geef mij gewoon het woord, want ja, ik ben er nu toch, dus ik ga ook even lullen. In de buurt van de camera blijven. Oh, is er een camera? Dat wist ik helemaal niet. Ja, want voor mij is dat ook weer een verrassing wat Martijn gaat vertellen. Want dat verandert ook elke keer. Dat weet ik niet van tevoren. We bespreken dat ook niet echt. Ja, 1, 2 zinnetjes. Maar het verhaal van Martijn is natuurlijk ook nooit af. Dus het is misschien best een goede boektitel. Het vervolg op EasyCratsy, nooit af. Het klopt wel wat hij net allemaal vertelde. Bijvoorbeeld, ik zal het aanvullen over cijfertjes. Volgens de vorige uitgever zijn er iets een kleine 4000 exemplaren verkocht. Die aantal, dat schijnt best veel te zijn voor een managementboek. De downloads, die aantallen die Martijn noemde, dat is controleerbaar en traceerbaar. Maar een van de meest onderschatte social media is nog altijd de e-mail. Er schijnen een heleboel mensen gewoon een pdf te downloaden. En dan zijn ze zo trots op dat het download is gelukt. Dan gaan ze dat doorsturen als mailtje naar een ander. Dus het zou me niet verbazen als het aantal exemplaren ruim boven de 100.000 al ligt. Dat is iets anders dan het aantal lezers. Want mensen hebben steeds minder tijd. Ze lezen bijna niet meer. En ja, dat gaat eigenlijk ook voor mezelf. En het idee van dit boekje, het kleintje EasyCratsy, dat kwam ook voort uit... Met name daarom. Er zijn te veel mensen die hebben een enorme stapel boeken op een nachtkastje. En ja, wil ik lezen, maar het komt er niet van. En nog iets, wat mij altijd verbaasd heeft, is dat er een boek bestaat, Getting Things Done. Dat is zo'n dik boek. Nou ja, als je nou een probleem hebt dat je dingen niet done krijgt, hoe moet je dan door dat boek heen worstelen? Dus Getting Things Done, het boek heb ik zelf nog nooit gelezen. Dat zou ik het wel zou willen. Met name managers die het heel erg druk hebben, omdat ze zoveel procedures en bureaucratie hebben, die komen al helemaal niet aan lezen toe. En daarom ja, was de missie, laten we een boekje schrijven wat je in een half uur kunt lezen. Nou, toen kwam de fase van, oh ja, we moeten nog een naam hebben. En is die naam wel goed? Kunnen we dat niet beter doen? Zo leidde Martijn mij in. Op twee Facebookgroepen hebben we de zwermen ingeschakeld. En er kwamen echt tientallen reacties op. We hebben het wel misschien een beetje in een te laat stadium gedaan, maar dat geeft niet. Toch was het heel nuttig. Er is een prijsvraag aan verbonden. Dat heeft Mike op touw gezet. En als er een prijsvraag is, dan is er ook een uitslag. Hey Mike. En nou ja, omdat ik beter kan schrijven dan praten. En omdat het ook al hoort bij een prijsvraag, is er een juryverslag. Dat heb ik geschreven. Dat ga ik gewoon voorlezen. Zo hoort dat. Juryverslagen moet je voorlezen. Vind ik. Hoe verzin je een boektitel? Wat is er eerder, de kip of het ei? Wat is er eerder, de inhoud van een boek of de titel van een boek? Als je begint met een boektitel, dan stuurt de titel naar een bepaalde inhoud toe. Als je begint met het schrijven van de inhoud, dan komt gaandeweg vanzelf een geschikte boektitel bovendrijven. In de praktijk lossen schrijvers en uitgevers dit dilemma meestal praktisch op door met een voorlopige werktitel te beginnen. Die kan later dan nog veranderd worden. Maar tot hoe laat kun je de titel nog veranderen? Dat ligt er helemaal aan hoe bureaucratisch de uitgever is. Sommige uitgevers zijn heel bureaucratisch. Als er eenmaal een voorlopige werktitel is bepaald, dan wordt dat in 99% van de gevallen ook de
eindtitel. Want je werktitel is dan opgeslagen in een intern computersysteem. En dat kan natuurlijk theoretisch wel veranderd worden, maar dat is zo gedoe. Dan moeten eerst 37 formulieren ingevuld worden en dan moet de half IT-afdeling in actie komen. Maar EasyCratsy is gelukkig ondergebracht nu bij een heel flexibele uitgever. Een, mag wel zeggen, EasyCratsy uitgever. Welkom Sonja. We kregen te horen dat we indien nodig, zelfs een dag voordat het boek in druk zou gaan, de titel nog mochten veranderen. Nou, kom er maar eens om tegenwoordig. En met die blijde wetenschap zijn we een kleine crowdsource prijsvraag begonnen. Want we waren nog niet zeker of onze voorlopige werktitel Kleintje EasyCratsy wel de beste keuze was. Misschien was het wel een nog veel mooiere titel. Oké, Kleintje EasyCratsy was wel heel compact en heel duidelijk, maar het riep ook associaties op met Kleintje Pils. En de een vond dat juist lekker speels, maar de ander vond dat een ongewenste associatie. En weer een derde zei, maar ja, dat is toch ook precies de essentie. Als een groot glas pils nou te veel voor je is, dan bestel je nog een Kleintje Pils, dan drink je toch lekker mee, zonder dat je het aantikken tegen het grote glas. Nou, dat is precies wat Kleintje EasyCratsy ook doet. In twee verschillende Facebookgroepen hebben we gecrowdsourced naar een eventueel betere titel voor Kleintje EasyCratsy. Het aantal reacties was overweldigend. Tientallen suggesties werden aangedragen. En mensen reageerden ook op elkaars suggesties. En dat is ook precies zoals crowdsourcing bedoeld is. Het exploreren van collectieve intelligentie. En uit verschillende brokstukjes een groter geheel smeden. De ene inzending was nog briljanter dan de andere. Maar briljant wil niet altijd zeggen dat het ook bruikbaar is. Een boektitel mag best briljant zijn, maar het moet ook een bepaalde boodschap overbrengen aan degene die het boek zouden willen lezen. Van al die tientallen inzendingen zette Stefan Blok ons op het spoor voor de uiteindelijke keuze. Hij had wel eens een andere keuze. Hij vond De Kleine EasyCratsy het mooist. Dat ook verwees naar Le Petit Prince. Maar belangrijk was de volgende zin. Een langere titel voor een samengevat boek lijkt onnatuurlijk. Nou, dat was wel filosofisch. En toen kwam inzender Alice Schoenendijk, is niet aanwezig, geloof ik. Zij gaf de doorslag voor de titelkeuze, want zij verwoordde exact het argument waarom we voor Kleintje EasyCratsy hebben gekozen. Alice zei, ik zou toch gewoon gaan voor jullie Kleintje EasyCratsy. Dat is namelijk kort, bondig en toch wat speels. En dat dekt de lading toch meer dan een of andere spitsvondigheid, waarbij de link naar het volledige boek EasyCratsy minder duidelijk is. Dankjewel Alice. We zouden ons bijna laten meeslepen naar een creatievere boektitel, maar dan zouden we de plank waarschijnlijk helemaal hebben misgeslagen, omdat we dan de essentie zouden missen. De boektitel moest namelijk ondubbelzinnig verwijzen naar de titel van het volledige boek. Heeft het crowdsourcen dan helemaal niets concreets opgeleverd? Jawel hoor. Echt wel, want er kwam ook een idee binnen van inzender Ilse de Boer. Dat is Ilse, ik zag het net voor het eerst. Haar idee staat nu op de cover van Kleintje EasyCratsy. Het waren slechts twee woordjes, maar wat voor woordjes? Een schot in de roos, helemaal perfect. Echt voor de volledige 100% naadloos passend bij zowel het concept van Kleintje EasyCratsy als ook verwijzend naar de titel van het volledige boek. Het was glashelder en speels tegelijk. Ik zeg nooit, het zijn maar twee woordjes, want de hele reclameindustrie is gebaseerd op ultra korte zinnetjes van een paar woordjes die echt het verschil maken. Zoals bijvoorbeeld even Apeldoorn bellen of Yes We Can. Nou, dat zijn allebei drie, maar Ilse kan het in twee. En haar twee woordjes waren de Easy Edition. Nou, dat vond ik zo waanzinnig mooi. Dat past gewoon. Dus die staan er ook op. Kom er maar op. En ere wie ere toekomt, deze twee woordjes van Ilse waren ook weer de inspiratiebron voor een ander woord dat op de achtercover staat. En dat is de Borstzak Edition. Want dat is Kleintje EasyCratsy. De winnaars van de prijsvraag zijn dus geworden Ilse de Boer en Alice Schoenendijk. Van Alice. Zij winnen een etentje met de twee auteurs van het boek. Inclusief een gesigneerd servet als aandenken. Hartstikke leuk. Dan zijn wij zelf ook benieuwd hoe dat er nou eigenlijk uitziet. Dus misschien is dat een officieel moment. Dat doen we dan nu even. Ja, we gaan het nu niet uitdelen. Ik snap dat jullie nieuwsgierig zijn. Maar dan zit ik, terwijl ik een verhaal aan het vertellen ben over het volgende boek,
zitten jullie erin te bladeren, dus gaan we het mooi niet doen. We mogen er wel even naar kijken met z'n allen. En, wauw. Wat is hij zwaar? Ja. Het is echt. Nou, ik dacht even dat ik mijn poot open houden, maar dat is goed afgelopen. Ik heb ze nog niet, ik heb ze nu achter mijn rug. Hoe pakken we dit aan? We moeten even een foto-opportunity doen, ja. Natuurlijk, met Sonja erbij. Een uitgever die in ons geloofde. Onze vorige uitgever die dacht, nou, ze lopen niet meer zo hard. Ze hadden hem 17,5 euro gemaakt. En hij schaadt ze downloaden, dus is de schuld van de download, zouden we niet genoeg verkopen. Ja. En toen zei Sonja, nou, er kon ook nog wel eens ergens anders aan liggen. We gaan het toch proberen. Dus we zijn verhuisd van uitgever. Dat gebeurt niet zo vaak. Hij heeft gewoon de moed gehad om de resterende partij op te kopen. En te zeggen, we gaan het toch doen. Want het is een cool boekje. Ja. Dus ja, ik wil toch jou even in het zonnetje zetten. En daar we samen dit even gaan vieren. En komt tussen ons instaan. Gaan we even een groep knuffelen. En dan gaan we het boekje even showen aan iedereen hier. Dus dit is hem. Dit is hem. Easy Kratie de Kleintjes. Je denkt, hoe klein is het nou helemaal? Nou, het is namelijk zo klein. Veel kleiner. En ik heb zit ook geen borstzak. Je hebt geen borstzakje. Dus even. Yay, geweldig. Oké, mooi. En er staat inderdaad, hier staat dan Easy Kratie in een half uur, de Easy Edition. En hier staat dus. De borstzak editie en mooi, ook kleurtjes erin en zo. Dat mogen jullie zo meteen allemaal zien. Zal ik gewoon lekker mijn verhaaltje gaan doen en dat we dan daarna lekker gaan klooien, drukjes gaan doen. En dat jullie dan die boekjes allemaal kunnen pakken. Ja. Geweldig. Dikke kus, hartstikke fijn. En Emma, dat is weer een nieuwe avontuur. Ja, bedankt voor zo. Vertrouwen in stem. Ik zal hem zo vertellen. Ik ga spontaan. Ja, dat is wel leuk. Jij staat er nu toch. Waarom wil jij Easy Kratie graag hebben? Waarom wilde ik Easy Kratie graag hebben? Eigenlijk was Martijn een beetje op de aanstichter, want die kwam op een gegeven moment een keer bij Van Gorkum op uitnodiging. Want ik wilde wat weten, want uitgeverij heb ik niet makkelijk. Helemaal niet makkelijk op dit moment. En ik wilde wel eens weten van Martijn, hoe kijk jij daar nou tegenaan, de uitgeverij van de toekomst? Nou, we hebben een heel leuk gesprek over gehad. En ik denk dat Van Gorkum langzaamaan aan het bewegen is in de goede richting. Een Easy Kratie uitgeven, nog niet helemaal, maar we zijn bezig. Jullie hebben koninklijk koninklijk. Ja, we zijn koninklijk. Dus ik geloof gewoon persoonlijk heel erg in het concept van Easy Kratie. En ik denk inderdaad, het moet gewoon echt verspreid worden. Er moeten meer mensen weten, hier moet mee gewerkt gaan worden. En het moet gewoon gaan gebeuren. Dus dat was mede een reden om te zeggen van, hier ga ik verder mee. Het is denk ik inderdaad een voorloper, een warmmakertje. We hebben een opfrisser gemaakt en nu komen dadelijk het vervolg, waardoor iedereen echt helemaal in die spirit raakt van de toekomst. Kijk, nou, dat is geweldig. Het mooi, maar dit is wel lef hebben om gewoon een bestaande boektitel weg te halen bij een uitgever die er niet meer in gelooft. Mag ik nog even spontaan iets zeggen, want ik vind het wel passen. Want een van de boeken uit de Easy Kratie bibliotheek, de boeken die eigenlijk het fundament vormen van de Easy Kratie, heet Love is the Killer App. En ja, wij houden gewoon een beetje van Sonja en ook de hele samenwerking. Het is natuurlijk een heel zakelijke auteur en uitgever in boeken en geld en contracten. Het boekje is uit, we hebben nog niet eens een contract getekend. Dat gaat gewoon puur op vertrouwen en dat is heel gaaf. We hadden toch ook een uitvinding gedaan, een contract alleen met Sonja. Ja, dat is ook wel. Dit is wel leuk, nee, maar even voor de mensen thuis geven. Dit is heel interessant. Dit is nog nooit eerder vertoond. Er komt nog wel een contract, dat komt er wel. Hij ligt, geloof ik, al een week in mijn mail. Ik heb het nog niet eens geopend, want daar houden we eigenlijk niet zo van. Maar wij hebben gezegd, dus het idee van Martijn, als er dan toch een contract moet komen, dan willen wij gewoon in het contract opgenomen hebben, dat wij doen geen zaken met bedrijven, wij doen zaken met mensen. Dus dat contact mag zo zijn zoals jullie het willen zijn. Maar als er andere mensen in de plaats komen voor Sonja, dan hebben wij het recht om het contract te stoppen als die nieuwe mensen ons niet bevallen. Nou, dat is ook en volgens mij kon dat wel eens een hele educatische oplossing zijn voor heel veel problemen. Ja. Dat je dus geen zaken doet met een bedrijf, maar met een mens. Heel goed, heel goed. Maar, en hoe dat allemaal moet, weten we nog niet. Maar daar gaan we over schrijven als het zoek uit. Mooi. Goed zo. Nou, komt-ie. Eigenlijk is de essentie van Easy Kratie, als je het in één plaatje wil vangen, dan gaat het eigenlijk over deze manier van dingen organiseren. Versus
deze manier van organiseren. Dus dat is eigenlijk een beetje de essentie. Dus de bureaucratische hiërarchie, waar je fouten maken niet beloond wordt, maar afgestraft wordt. Waar je fouten aan het voorkomen bent, aan het camoufleren bent, waar je een ander de schuld geeft. Waar het lerend vermogen niet snel gaat, waarin een gemiddelde medewerker geen tools in handen heeft, waar mensen in de zwerm wel, of in netwerken wel gebruik van kunnen maken. Dit is eigenlijk wat er nu aan de hand is. En daar gaat e-secretie over en wat je daartegen kan doen. We zijn nu wat anders op het spoor. We leven in de informatiesamenleving. Er is nooit zoveel informatie geweest, toegankelijk en verbonden. We leven in een netwerksamenleving. De interconnectiviteit tussen mensen is nooit zo hoog geweest. De technologie is daarbij aan het binden. En we hebben allemaal wel gehoord, ja, we gaan van denken in organisaties, gaan we denken in netwerk. En in e-secretie hebben we er wat over geschreven. Het zou kunnen zijn dat er nog één stap verder gaat. Dat we niet van daar naar daar gaan. Maar wat er gebeurt, en ik weet alleen nog niet hoe ik dat moet tekenen, dus dat ga ik niet doen. Maar dat hier nog wat nieuws komt. Bureaucratische hiërarchieën, organisaties. En het zou een verband moeten zijn tussen het woord organisatie en het woord organiseren. Die woorden lijken heus niet voor niets zo heel erg op elkaar. Dus voor mij is het hele idee van een organisatie dat die geacht wordt iets te organiseren. En soms kun je in een netwerk dingen sneller, slimmer, makkelijker, beter, goedkoper of gratis. Zonder papier en geld. Maar we zijn iets op het spoor waarvan we nog niet helemaal weten hoe het werkt. Maar er zijn inmiddels 180 miljoen mensen of zo op LinkedIn. 800 miljoen mensen op Twitter. En 1 miljard, dat zijn er echt vet veel, 1 miljard mensen op Facebook. Het zou wel eens kunnen zijn dat dat geen netwerk meer is, maar een zwerm. Dat de heilige graal van social media niet meer gaat over communicatie, maar over het zelforganiserend vermogen van groepen individuen. Dus hoe snel je met heel veel mensen allemaal een klein beetje kan doen. Daar geef ik zo een paar voorbeelden van. En wat we op het spoor zijn, wat we gaan verkennen voor het nieuwe boek, waarvan de werktitel is Nooit Af. Dus jullie zijn de eerste die de titel van het nieuwe boek horen. Nooit Af. En er komen nog ondertitels bij, voorvoegsels en achtervoegsels, of weer niet, in een wedstrijd, heus, want er zullen heus meer mensen een etentje winnen. Maar wij denken dat de titel gaat zijn voor het volgende boek, Nooit Af. Dat is eigenlijk hetzelfde als Permanent Beta voor de oplettende luisteraars. En we gaan verkennen wat het nou betekent als je voorbij netwerken gaat kijken naar zwermen. En kijk maar eens naar mieren, die kunnen heel goed samenwerken. Een van de meest succesvolle beestjes op deze planeet volgens mij. En die heb ik echt nooit met een werkmap en met een functie en met een kaartje zien rondlopen. Die werken toch heel slim samen. Nou, daar gaan we over nadenken. Wat is er allemaal aan de hand in de wereld? Dat leer ik trouwens voor een deel van Jurie van Geest. Die zit hier nu een beetje vooraan een beetje te luisteren. Van nou, kijken wat ik voor nieuwe dingen hoor. Nou, niks dus. Sorry. Maar het is wel leuk dat je er bent. In e-secretie hebben we heel hoofdstuk 2 gewijd aan de inspiratiebronnen voor e-secretie. Want ik heb dat natuurlijk niet allemaal bedacht. En Erwin ook niet. Dat hebben we ergens vandaan gehaald. We hebben geprobeerd om een soort synthese van te maken. We schrijven over 1000 True Friends van Kevin Kelly. We schrijven over Love is the Killer App van Tim Sanders. We schrijven over The Wisdom of Crowds. Maar er is één boek wat eigenlijk te laat was om e-secretie te halen. Dat is dit boek. The Starfish and the Spider. Wie heeft het gelezen? 1, 2 iemanden. Mooi. Het is een revolutionair boek. Het is uitgegeven in het Nederlands bij Bruna. Op de ene manier is het niet geland in Nederland. Mensen hebben het nog niet door. Maar dit is een kick-ass boek. De Zeester en de Spin. Als je een spin in 2 stukken hakt, heb je 2 dode halve spinnen. Of 2 halve dode spinnen, maar in elk geval doet hij niet meer, hij is stuk. Want een spin heeft een centraal brein, dat is bij mensen. Als ik je kop eraf hak, dan is het stuk. Als je een zeester in 2 stukken hakt, dan groeien er uit die 2 halve zeesterren 2 hele zeesterren. Dan heeft hij een decentraal brein. En als je dat dan nog een keer doet, maar dat moet je niet dan niet te snel doen, dan krijg je de 4. Want dat is een hele mooie metafoor van, en dat staat hier ook, van ja, die unstoppable power of leaderless organizations. Je kunt dus een centrale kracht, kun je kapot maken, vrij makkelijk, door de kop eraf te hakken. Net dit soort organisatievormen. Maar een netwerk, een zwerm, kun je niet zo snel kapot maken, want dan wordt die decentrale. Dat hebben ze destijds ontdekt bij de Indianen. Ze gingen toen met 10 of 100 boten, gingen ze met mannen en wapens en vitamintjes tegen de scheurbuik, gingen ze naar Zuid-Amerika. Hey, land, leuk, uitstappen. En dan gingen ze naar de grootste gebouw die ze konden vinden. En dan was het heel makkelijk het concept. Je gaat op zoek naar de belangrijkste man in het grootste gebouw daar. Bij de Inca's bijvoorbeeld. Je hakt zijn kop eraf en is alles van jou. Heb je lekker goud, lekker spulletjes. En dan is alles van jou. Dat werkte heel goed. Toen gingen ze naar de Azteken en toen naar boven naar de Indianen. En toen hadden ze alles veroverd en toen kwamen ze bij een Indianenstam en die deden daar niet aan. Die hadden niet de belangrijkste wigwam of tent.
En die hadden ook niet de belangrijkste vent. Die hadden als enige stam in Noord-Amerika een decentrale samenleving. En de pest was elke keer, als je die probeerde te pakken, dan gingen ze nog verder uit elkaar. En hoe verder je ze probeert te pakken, hoe verder ze uit elkaar gingen. En dan gingen ze nog een beetje gemeen doen en van achteruit het bosje schieten met pijl en boog en dan weer verstoppen en zo. Dat heet dan guerrilla. Uiteindelijk hebben ze dat opgelost met een out-of-the-box oplossing. Gewoon een paar kisten drank neerzetten. Gewoon even een tijdje wachten. Zijn ze katje lam, kun je ze zo pakken. Dus dat vuurwater was dat. Maar dat is een mooi voorbeeld van een starfish aanpak versus een centrale aanpak. Muziekindustrie, zelfde verhaal. Wie heeft wel eens muziek gedownload? Napster. Napster is gemaakt door een 17-jarige jongen, Sean Fanning. En die was het glazen met die cd'tjes was die zat. Elke keer als hij dan een cd'tje aan het branden was, hij stootte tegen de tafel aan, dan ging die stuk en moest hij weer een nieuwe erin stoppen. En die dacht, als ik nou dat mp3 en dat breedband combineer, ik maak een programmaatje, dan kan ik dat mooi delen met mijn vriendjes. Hoef ik niet meer die schijfjes te branden. En dat werkte zo goed, hij noemde dat Napster. Hij was dus niet op uit om de muziekindustrie kapot te maken. Het werkte zo goed dat steeds meer vriendjes dat gingen downloaden. En hoe meer vriendjes dat hadden, hoe krachtiger dat netwerk werd en hoe meer muziek beschikbaar werd. En op een gegeven moment werkte het zo goed dat de muziekindustrie heel hard zei, hé, dat mag niet. En toen dacht iedereen, hé, wat mag niet? Oh, handig, dankjewel. Dat heet het Barbra Streisand effect. Dus als je iets niet wil, moet je er geen aandacht aan geven op het web, want dan gaat iedereen er naar kijken. Maar in 3 jaar tijd is eigenlijk de muziekindustrie overleden. De muziekindustrie zoals we die kenden, een beetje marktmacht, distributiekanalen, in 100 jaar tijd gegroeid tot een conglomeraat met waarschijnlijk kartels, die ervoor zorgden dat wij elke 8 jaar opnieuw onze muziekcollectie opnieuw gingen kopen op een ander medium. Misschien weet je dat nog. Ja. In 3 jaar tijd, huppakee, klaar. Wat mij betreft zijn ze overleden. Skype werkt eigenlijk hetzelfde. Heb je wel eens geskypt? Skype is gemaakt door Nicholas Sandström. En Nicholas Sandström is de maker van Kazaa. Kazaa was de opvolger van Napster. Peer-to-peer. Waarschijnlijk gaat onze hele samenleving richting peer-to-peer. Peer-to-peer banking, peer-to-peer energy. En daar ga ik wat dingetjes over laten zien. Maar dit is een heel mooi vertrekboek om dat te gaan verkennen. Even een klein snip. Die ga ik niet doen. Ik ga even hier beginnen. Wikipedia. Dit is een starfish oplossing op een spider probleem. Namelijk de Encyclopedia Britannica. Misschien ken je dat nog bij je ouders of bij je opa en oma. Die hadden dan zo'n hele lading encyclopedie in de kast staan. En op het moment dat het ding gedrukt was, was die verouderd. En dat was door een heel gerenommeerd instituut gemaakt. Met mooi gebouw, een mooie oude boekkast, een hele wijze mannen en vrouwen. En die gingen dan bepalen wat erin moest. En toen kwam Wikipedia, toen zei iedereen, nou, dat werkt niet. Nee, stelletje amateurs, dat gaat echt nooit. Die gaan echt nooit met z'n allen een betere encyclopedie bouwen. Nou, heus wel, en die andere bestaat niet meer. Dus dit vind ik een heel mooi voorbeeld. Maar, dit gaat alleen nog een beetje over kennis en feitjes. Nu staat dit voor de deur. Wie kent deze website? Een aantal al hier. Instructables.com. Ik noem hem voor de grap wel eens knutselen voor de bielen. Dit is de grootste database met handleidingen hoe je iets moet maken in de wereld. Dus of je nou een Halloween kostuum wil maken of een rookoven voor je zalm of iets anders. Hier zijn miljoenen mensen kennis aan delen. Gewoon in Jip en Janneke taal, hoe moet je iets maken? Stel dat je denkt, ik wil eigenlijk dat mijn planten thuis, die gaan altijd dood, dat die automatisch water krijgen als ze dorst hebben. Hoe moet je dat maken? Ik ben niet technisch. Dat hoeft ook niet, want hier leggen ze dat in Jip en Janneke taal uit. Maar de grap is, er hoeft maar één iemand te ontdekken hoe iets moet en in no time kunnen 800 miljoen mensen dat retweeten en 1 miljard mensen kunnen dat liken. En die kunnen dat met z'n allen nog beter maken. Het is een soort verzamelplek van wat je dan noemt de do-it-yourself movement, de maker scene. En die gaat heel hard. Die is heel veel dingen op de kop aan het zetten in onze samenleving. Instructables.com. En een van de dingen die je kan doen bijvoorbeeld is, ik heb zelf iets gemaakt, misschien kennen jullie. Ik heb ooit... Had ik behoefte aan een standaardje voor mijn iPad destijds. Er staat ook beschreven dat ik Easy Cut zie. En toen dacht ik, ja, ik kan zo'n ding gaan kopen, maar ik kan hem ook zelf maken. Dus dit is de beroemde wooden iPad stand. Houten blokje, gewoon een houten blokje met een gleuf. Helemaal niet zo heel spannend. En daar kun je iPad in zetten. En dan kun je natuurlijk vet veel geld mee gaan verdienen. Maar ja, straks word ik miljonair met houten blokjes. Dat is een beetje suf. Dus we dachten, we zetten de handleiding online. Hoe je dat zelf kan maken. Want het is namelijk heel leuk om iets zelf te maken. Dus we hebben ook de hele handleiding online gezet. Met de bouwtekening erbij. Met een goede hellingshoek. Anders is het zonde van het hout als je het elke keer verkeerd doet. Dus we helpen gewoon de klanten. En
echt gewoon op dit niveau, hè? Jip en Janneke taal. Boor een gaatje erin van zo en zoveel. Nou, dit is even een leuk voorbeeld van hoe dat werkt op instructables.com. Dat leidt trouwens tot buitengewoon grappige tafereelen. Want we zijn onlangs kwamen wat heel leuks op het spoor. Dit is onze website van de Wooden iPad Stands. En, nou ja, je ziet het al. Als je je handleiding hoe je iets kan maken online gooit, dan gaan mensen het ook kopiëren en het opnieuw zelf aanbieden. Dus we denken, nou, dan kun je er maar beter zelf reclame voor maken. Dus dit is een bedrijf, dit is een neppert. Dit is een bedrijf die heeft, zeg maar, onze bouwtekening gebruikt om blokjes zelf te maken en voor het dubbele bedrag te vermarkten. Dus we denken, dan gaan we nu toch maar vlak voor Sinterklaas wat een aanleiding, zeg maar, om reclame te maken voor onze blokjes. Dus de mensen van Zuil op maat.nl, die maken onze iPad-stand na, maar die is twee keer zo duur. Die kun je natuurlijk kopen als je geld kwijt wil, maar je kunt hem ook gewoon bij ons kopen. Je kunt hem ook zelf maken. Dus dit is, zeg maar, hoe je daar tegenwoordig mee omgaat met mensen die je ideeën hadden. Die ga je gewoon bedanken. Ja, je kunt hem ook bij ons kopen. Dit is toch leuk? Ja, dit is hoe het gaat toch tegenwoordig? Dag, concurrentie. Wil je de boel jatten? Doe maar, dat mag. Maar je mag ook bij ons kopen. Nou, leuk verhaal. Goed. Niet iedereen kent deze website. Dit is Etsy.com. Als je een oma hebt die goed kan breien of kan haken, of je kan het zelf heel goed, of je hebt handige kids, dan kun je wat je gemaakt hebt, kun je hier uploaden. Het is de grootste verzamelplek, marktplaats van dingen die je zelf gemaakt hebt. En mensen vinden het tegenwoordig heel leuk om zelfgemaakte dingen te kopen. Voor de mensen die dingen nog niet kennen, is de Like Jar van Herman Kopinga. Die wordt tegenwoordig hier gemaakt. Je kent allemaal de Like Button op Facebook? Let op. Dat is leuk. Als je op een feestje bent of je bent op een plek zoals hier en iemand doet wat leuk, dan denk je, oh, wat leuk. Plus 1. Is gewoon leuk. En die dingen worden helemaal zelf gemaakt. En het leuke is, even kijken, waar staan die dingen? Herman die maakt ze. Kosten €65. En je denkt, nou, dat gaat echt niemand kopen, hè? Hij kan er niet tegen slepen. Dat is namelijk een heel origineel ding. Het is zelf, heeft het zelf gemaakt, heeft er echt over nagedacht. Ze zijn ook genummerd. Dus er is wereldwijd markt voor zelfgemaakte dingen. Als een overreactie misschien op al die overgeproduceerde manufacturing shit. En dit is gewoon een leuk idee, kun je gewoon maken en je kunt het tegenwoordig heel makkelijk vermarkten. Want je gooit het gewoon ergens op zo'n ding en dan kunnen mensen het zien. Let wel, 1 miljard mensen kunnen hierbij, hè? Als ze niet meer zijn. Nou, op Etsy hebben we ons blokje ook maar geüpload. Ik denk, nou, die marktplaats is er toch, verkopen ze ook bij 20 en zo. We hebben ze trouwens net aan de Eerste Kamer geleverd, echt heel cool. Houten blokjes in de Eerste Kamer. Dus dit is gewoon een marktplaats, dus je hebt geen winkel meer nodig. Je kunt gewoon gelijk iets beginnen daar. Dus als je denkt, ik heb iets leuks gemaakt, desondanks heb je maar één ding gemaakt, die kun je gewoon hier uploaden. Dat hebben we eigenlijk nog niet geprobeerd met boeken. Dat zou wel leuk zijn. Ik weet helemaal niet of dat kan, op Etsy boeken uploaden. Nou, er zullen wel allemaal regels voor zijn. Het kan wel met boeken. Hé, dat is trouwens even zonder gekheid. Mag je trouwens, in Nederland heb je natuurlijk de wet op vaste boekenprijs. Maar mag je in, ook Nederlandstalige boeken in Amerika kopen en dan verschepen naar Nederland en gelden dan dezelfde regels? Als die hier is vastgelegd met ISBN, dan... Dan wel. Het laatste bedacht van, goh, zouden eetbare boeken onder een ander beter weettarief passen? Omdat het dan eten is. Maar ja, dat is een goed. Even waar Easygratie 1 al een beetje over ging, is wat wij roepen, internet is cutting out the middleman. De beroemde uitspraak van Clay Shirky. Internet is cutting out the middleman. En dus dankzij internet gaan tussenpersonen verdwijnen of minder belangrijk worden. Tussenpersonen, wat waren het ook alweer? Oh ja, makelaars, dat zijn tussenpersonen. Nou, die vonden we toch wel stom. Huppakee, dankzij het web is dat makkelijker vraag-aanbod bij elkaar te krijgen. Ik vermoed dat de komende 10 jaar gaat blijken dat dankzij zwermen, wat we nu op het spoor zijn met Nooit Af, Permanent Bed, maar ook met Easycratie, dat gaat blijken dat bijna alles tussen een probleem aan de ene kant en een oplossing aan de andere kant misschien wel middleman gaat blijken te zijn. Dat is wat we nu nog organisaties noemen. Dus elke dag zijn de mensen ergens in de wereld een stukje van de grote puzzel van alles aan het vinden. En als die puzzelstukjes bij elkaar brengen, en dat kunnen ze sneller dan ooit doen via allerlei platforms, ja, dan haal je volgens mij de essentie van heel veel organisaties onderuit. Dus waarom zou je nog een hele organisatie in de lucht gaan houden? Nou, een van de dingen die als eerste aan de beurt zijn, zijn volgens mij banken.
Ik weet niet of je het ooit is opgevallen. Als je naar een bank gaat om geld te lenen, dan gaan ze heel ingewikkeld doen. En als ze je dan eindelijk door alle hoepels gesprongen hebben, je hebt alles aan ze gegeven wat ze wilden hebben, dan betaal je 10 of 11 of 12 procent rente. Maar als je geld op de bank zet, krijg je nooit een bloemie. Ze zeggen niet eens dankjewel en je krijgt maar 1 of 2 procent rente. En dat tussenstuk gaat naar die lui met gebouwen, bonussen en toestanden. Een vriendin van mij die heeft een slijterij in Zeeland en die wilde verkassen van het ene plaatsje naar het andere, zowel het grote. Hier staat, dat ze het via Twitter had opgehaald, was niet waar, het was via Facebook. Die wilde een ton hebben. Toen ging ze naar de bank, toen zei de bank, ja, dan moet je wel een business case inleveren. Zij dacht, oh mijn god, moet ik papier gaan maken? Dat vind ik helemaal niet leuk. Ja, en dan moet je ook nieuwe recente cijfers hebben. Denk je, oh, dan moet ik geld uitgeven aan een accountant. Ik heb maar een ton nodig, doe niet zo ingewikkeld. En toen belde ze me op. Hé, Martijn, jij drinkt toch heel veel, hè? Ja, best wel. Ja, niet in mijn eentje hoor, maar ook omdat ik wel eens mensen over de vloer heb en zo. En ik hou van goede wijn. Toen zei ze, als jij nou, dat is in een besloten Facebookgroep, hè, kun je zo maken. Als jij nou gewoon voor 1000 euro wijn koopt bij mij, hè, dan krijg je voor mij 1100 euro aan wijn terug. En dan pas ik een jaar lang op jouw wijn. Kan het een beetje rijpen? Ik denk, nou, dat klinkt als een goed idee. Ik geef jou 1000 euro, dan krijg ik 1100 euro aan wijn terug. En dan krijg je, word je ook VIP-klant. Oh, VIP. En dan krijg je een pasje. En dan krijg je 10% korting op alles wat je verder bij mij koopt. En dan krijg je ook speciale aanbiedingen. Nou, dat kunstje heeft ze dus bij 100 andere lui ook geflikt. En toen had ze 100.000 euro op de rekening. Ik heb nog steeds geen wijn, dat komt pas over een jaar pas. Maar ja, hoezo bank? Ze heeft gewoon 100.000 euro aan liquiditeit opgehaald bij loyale klanten. Wat heel knap is van haar. In één keer is het mijn probleem als het slecht gaat met haar bedrijf. Hoe cool is dat? En ik gun haar dat. En ik denk, ja, die drank die kopen toch wel. Dus, nou, wat een goed idee. Maar dit is wel een heel mooi voorbeeld. Dit, even, internet is cutting out the middleman. Dat gaat hierover. Daar heb je dus niet meer een bank voor nodig om dat geld te krijgen. Het gaat hartstikke goed allemaal. Ja, mooi voorbeeld, toch? Je moet het gebruiken op het moment dat je dat geld wil hebben. Wat zeg je? Je moet het internet niet gaan gebruiken op het moment dat je dat geld wil hebben. Dat moet je al doen. Ik probeer dat ik dat geld wil hebben of die wij bedoelen? Als je niet die netwerk al gebruikt op het moment dat je dat een probleem hebt. Je moet niet denken van morgen staat de deurwater voor de deur en nou heb ik een ton nodig. Nee, dat is een beetje te laat. Ja. Nee, dat heet anticiperen, maar even, je moet sowieso vooruitdenken. Dat blijft. Ja, dat klopt. Maar dat is een mooi voorbeeld, toch? Dus dat is al gebeurd. Dat is niet een nieuw verhaal. Dit is nog veel grappiger. Dit is Kickstarter. Op Kickstarter kunnen mensen ideeën lanceren. Desnoods met een leuk filmpje erbij. En dan zeggen ze, ja, we hebben wat leuks bedacht en we denken dat het ongeveer zo moet. Kijk, we hebben er al een filmpje van, een leuke plaatje, hoe leuk het eruit ziet, hoe groot de kans is dat mensen mee gaan doen. Wil je mijn project backen? Dan mag je bedenken, ik geef je $1 of $10, dan heb je een pakketje. Van, als je zoveel geeft, dan krijg je een prototype. En als je zoveel geeft, mag je op ons feestje komen. Als je zoveel geeft, dan niet. Maar dan is het toch leuk. En dit zijn jongens die hebben bedacht, het is wel een extreem voorbeeld, maar leuk om te laten zien. Die hebben bedacht een soort horloge met e-ink. Dat is zeg maar waar die e-readers ook vaak mee werken. En op het horloge, die praat met je iPhone. Dan kun je op je horloge kun je dan je e-mail lezen en zo. Dus die praat dan met je telefoon. Ik geloof dat het hele idee was. Nou, dat vond iedereen zo cool dat ze hadden 100.000 euro nodig om te kunnen beginnen. En toen zeiden ze hier met z'n allen, nou, hier heb je alvast 10 miljoen. Even, stel je voor, je loopt een bankgebouw binnen. Ja, je hebt net je pak aangedaan, een beetje keurig, je prototype. Je zegt, hallo. Ik wil eigenlijk 100.000 euro lenen. En dat iemand naar achteren gaat en dan terugkomt met een koffer met alsjeblieft 10 miljoen. Dit is nu aan de hand. Kickstarter was alleen maar Amerika, binnenkort ook in Engeland. En nou, vast ook ooit in het is al in Nederland. In Nederland, ja. Oké, nog even wat wilder. Sommigen hebben dit al gezien hier. Sommigen horen dit verhaal voor een deel voor de tweede keer. Dit is echt zo cool. Wie had er op school een 4 en een 5 op wiskunde en natuurkunde vroeg? Wie van die lui dacht, ik ben dus niet technisch? Ja, dat hebben ze mij ook wijs gemaakt. Kwam ik vorige zomer achter, dat is helemaal niet waar. Ik ben hartstikke technisch. Ik kan het alleen niet, maar ik ben wel technisch. Dit is een open source hardware moederbord. 2 tientjes, een Arduino. Even heel kort door de bocht, open source. Open source is eigenlijk van de hippies, die hebben dat bedacht. Die dachten, nou,
als je wat moois hebt gemaakt, dan moet je dat aan de rest vertellen en dan kan een ander op doorbouwen en variëren. Dan hebben we samen meer. Als iemand precies weet hoe je het gedaan hebt, kun iedereen helpen met het verbeteren. Kun je ook op slot zetten, hebben Bill Gates gedaan en Steve Jobs. Die zeiden, nou, als je alles op slot zet, dan kun je heel veel geld verdienen. Nou, we werken nog steeds met Windows, dat ligt daaraan waarschijnlijk. Maar die hele open source beweging die al vrij oud is, jaren 70, die is altijd gebleven. En op dit moment uit 70% van het internet dat we elke dag gebruiken op open source Apache Linux servers. Dus de hele infrastructuur van de mensheid, de IT-infrastructuur, draait voor 70% op vrijwilligerswerk. Dat is een interessant ding. En dit is een nieuwe beweging. Dit ding is krachtiger dan de computers waarmee we mensen naar de maan hebben gestuurd destijds. Het is heel krachtige computerkracht. En elk jaar wordt die kleiner, slimmer, krachtiger en goedkoper. 2 tientjes. Wat kun je hier zoal mee? Nou, je kunt er ledlampjes mee aansturen. Je kunt naar de winkel gaan, dan koop je van die kleine ledlampjes, doe je erin. Dan kun je hier, er zit een USB dingetje in, kun je hier code downloaden en dan gaan die lampjes heen en weer. Net als die auto van Knight Rider. Ja? Zo. En dan kun je in de code zo de getalletjes veranderen, dan gaat hij sneller of langzamer. En als je de code door elkaar hutselt, dan doet hij toin, 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 toin. En als je dat voor het eerst doet en je denkt, ik ben niet technisch, dan denk je, wauw, wat cool. Dit ding kun je ook gebruiken, omdat het rekenkracht is, om je koffiezetapparaat op afstand aan te sturen met je iPhone. Kun je vanaf hier je koffie aandoen thuis. Dat is cool. Dat is niet heel relevant, maar wel cool. Maar je kunt er veel meer slimme dingen mee doen. En er zijn dus miljoenen mensen bezig. Miljoenen mensen mee bezig over de hele wereld. Om te kijken wat kun je daarmee doen. Dus je hebt complete systemen waarmee je dus gewoon op afstand je planten water kan geven. Omdat je dit dingetje ertussen zet. En de grap is, er hoeft maar 1 iemand te ontdekken hoe iets moet. En die 1 miljard mensen op Facebook en die 800 miljoen mensen op Twitter kunnen dat helpen verrijken. Kunnen dat verspreiden, waardoor je met z'n allen meer weet. En dat gaat snoeihard. Dus die convergentie van kennis met allemaal technologie die bijna gratis is, die gaat heel hard. Een mooi voorbeeld vind ik deze. Wie is de donateur van Artsen zonder Grenzen? Hartstikke goed, gewoon mee doorgaan. Artsen zonder Grenzen doen goed werk, maar die halen wel geld op bij mensen zoals wij. En we hebben helemaal niet veel geld. En dan hebben ze een beetje van ons geld. En als ze dan heel veel van die beetjes op een bult gooien, hebben ze een boel geld. En dan kopen ze zulke spullen. Dit is een bloedcentrifuge, misschien herkenen van CSI. Als je dokter bent, dan schijnt dit een heel handig ding te zijn als je bloed wil analyseren. Dus je pakt een reageerbuis met bloed, die stop je erin, die gaat heel hard draaien. Doe je dekseltje dicht. Kost 30.000 euro, is gepatenteerd. Hartstikke leuk. Maar ja, dan heb je 30.000 euro. Dan koop je 1 zo'n dingetje geld op, heb je maar 1 zo'n apparaat. Terwijl de essentie van een slaapcentrifuge dezelfde is. Met een slaapcentrifuge kun je dus ook heel hard rondjes draaien. Daar is het ding namelijk voor bedacht. Dus je kunt ook bloed centrifugeren met een slaakom. Alleen dan kost het geen $30.000. Dan is het gewoon €4 bij de blokken. En dan zijn er dus overal mensen aan het klooien van, ja, hoe kunnen we het nou slimmer maken? Dus er is iemand bezig, of misschien dat geloof ik al gelukt is, met een Arduino-controller van 2 tientjes. En dit speelgoed, je kent dat, Knex. Postbode-elastiekjes. En van die 0,5 liter flessen spa, die petflessen. En er schijnt een bloedcentrifuge te zijn van $40. Die mag je alleen niet verkopen. Want dat is niet goedgekeurd. Maar die mag je wel weggeven. Maar wat gebeurt er nou als je op instructables.com zoiets publiceert en die zwerm gaat de komende paar jaar helpen om dat ding sneller, slimmer, beter, mooier en goedkoper te maken? Dan ben je dus over een paar jaar out of business als je in de bloedcentrifuge business zit. Want dat kun je allemaal wel gaan beschermen, maar dat heeft geen zin meer. En ik vertelde dat bij Philips Healthcare, ken je dat? 42% van hun winst komt uit healthcare. En ik had zo'n hele zaal met ingenieurs, Philips is zo'n club, hè, waar je niet veel fouten mag maken, die mogen ook eigenlijk niet spelen. En die zeiden, Martijn, bloedcentrifuges zijn helemaal niet interessant. Even dat die helemaal niks meer kosten, maakt ons geen zak uit. Wij maken echt hele spannende dingen. Bijvoorbeeld MRI-scanners. Dus ik ging naar Google en toen zei ik, do it yourself, onthoud die afkorting, MRI. Ik denk, kijk wat er gebeurt. Twee interessante posts op Google. How to build your own MRI machine. Dus die dingen waarvan Philips zei, ja, maar dat is veel te moeilijk. Daar waren dus al mensen MRI-scanners aan het bouwen met elkaar. En die zijn misschien nog niet dezelfde kwaliteit. Alleen, ik heb die post boven nog niet goed gelezen, maar er staat, cheap homemade MRI does a better job imaging lungs than the
oh, dit verbaast mij niks. Dit verbaast me helemaal niks. Want bij Philips zijn ze misschien met 100 briljante ingenieurs. Of 1000. Misschien wel 5000. Denk ik niet eens. Die kunnen dus nooit op, die professionals, tegen 10.000 amateurs die helemaal wild, wacko, out of the box gaan bedenken. Hé, kan misschien ook zo of zo of zo. Laten we eens gaan proberen, kijken wat er gebeurt. En die MRI-scanners, die mogen ze niet verkopen, maar die mogen ze wel weggeven. En dat is allemaal niet veilig en zo. Maar ja, als je in Afrika ligt, en je ging toch al dood. Ja, wat maakt het dan uit? En op dit moment is de grootste post op onze begroting in dit land, van de overheid, is zorg. 68 miljard. En dat schijnt nog meer te gaan worden. Dat geld hebben we al lang niet meer. Hoe gaan we dat oplossen? Dus zowel een easycratie, waarin we uitleggen dat je met minder gebouwen en managementlagen en slimmere uitwisseling van kennis meer kan doen, is er na easycratie, dus daarom met permanent better zijn we het hier aan het verkennen, in dit spectrum zitten oplossingen die we nu willen proberen te vangen en te gaan beschrijven. En hoe het precies moet weten we niet, maar dat het maatschappelijk hartstikke relevant is, dat we daarmee aan de slag moeten met z'n allen, dat mogelijk duidelijk zijn. Een mooi voorbeeld vind ik deze. Astmapolis. Is iemand in de zaal astmatisch? Kent iemand met astma? Oké. Okay. Ja, astma is natuurlijk een probleem en daar kun je medicijnen verkopen. Godzijdank zijn we ze allemaal goed verzekerd. En we hebben farmaceutische bedrijven, die hebben maar één doel. Mensen beter maken, godzijdank. En doen heel veel onderzoek naar medicijnen en onderzoek is heel duur. Tenminste, dat zeggen ze, dus moet je maar even aannemen. En een van de dingen die je kan doen tegen astma is albuterol of Ventolin gebruiken. Dat stop je dan in zo'n verstuivertje. En als je dan kortademig wordt, omdat je last hebt van astma door pollen of whatever, dan doe je zo. En dan gaat het tijdelijk weer beter met je. En zolang je dit blijft gebruiken, is er niks aan de hand. Kost wat. Maar ja, dat kunnen we blijkbaar met z'n allen betalen. Dan heb je aan de andere kant heb je de prutsers, de klojo's, de mafketels, de Hermans van deze wereld, die light jars maken, van die lui waarvan je denkt, ja, wat heb je daar nou aan? En met hetzelfde vernuft en het enthousiasme en de passie waarmee zij instructables en al die sites lopen te bestieren, zijn ze rare geinige dingetjes aan het maken waarvan je denkt, wat moet je daar nou weer mee? Het is een heel klein liefschattig blokje. Kostprijs niet heel, denk ik. Er zit een USB-poortje op en er zit een knopje boven. En als je erop klikt, legt hij de datum vast. Maar ja, dat kan een stopwatch ook, dus dat is niet zo spannend technisch. Hij legt het tijdstip vast, dat is ook niet spannend. Maar ook de geolocatie, lengte en breedtegraad. Dat is gaaf. Dus elke keer als je hierop klikt, dan zegt hij, je bent nu hier, op dat tijdstip, op die datum. En als je dat vastmaakt aan dit dingetje, een Ventolin-verstuivertje, en je maakt er een paar duizend, en die geven aan iedereen in een stad met astma, en je zegt van, joh, wil je elke keer als je op het puffje drukt, ook even op het knopje drukken, dan log je als het ware alle momenten en locaties waarop iemand last kreeg van astma. Wat zijn ze dat gaan doen? Zijn ze dat op een kaart gaan plotten? Zijn al die blokjes na een jaar wezen verzamelen, op de computer aangesloten, hebben ze vier tabellen. Lengtegraad, breedtegraad, datum, tijd. En als je aan willekeurige nerd, die jullie allemaal wel kennen, vraagt, joh, ik heb vier tabellen in een CSV-bestand, kun je dat even Google Maps gooien? Die kunnen dat. Heb je een paar minuten later, kun je al een kaart maken, een zogeheten heatmap, met op welke plekken verschijnt elke keer is er een outbreak van astma. En dat bleek in Boston te zijn dat er in de haven was. Elke keer, op vaste plekken, hadden mensen last van astma in de haven. Huh? Dat bleek, op dat moment werden er sojabonen gelost. Dat gaf zoveel fijnstof, waarschijnlijk bestrijdingsmiddelen denk ik in die fijnstof, dat mensen kortademig waren. Toen hebben ze dat afgesloten, gesield, of weet ik veel hoe ze dat gedaan hebben. Toen hadden ze in één keer geen Ventolin meer nodig. Goh, wat jammer voor meneer Ventolin. Oh nee, die wilde mensen beter maken. Nou, fijn toch? Dit vind ik een mooi voorbeeld van Starfish versus Spider. Zwerf versus organisaties. Dus als je dingen in de zorg wil oplossen rondom gezondheid, dan moet je het niet op deze manier gaan oplossen. Met nog meer medicijnen, met nog meer bijwerking, met nog meer kosten. In dit spectrum zit het in. Is het nog leuk? En toen waren er in één keer 3D-printers. We hebben hierboven één staan, kunnen we straks nog even kijken. Het is een Nederlands fabrikaat, geloof ik. 1200 euro.
weet niet, even kijken naar de leeftijd van jullie. Kennen jullie de, jullie zijn de jongste volgens mij. Weten jullie wat een matrixprinter is? Nee. Nee, oké, dat is heel leuk. Dan mag ik wat nieuws vertellen, gaan we het nieuws leren. In den beginnen, ooit. Wacht even, printers. Printers bekend, hè? Printers, ja, worden nog steeds gebruikt. Ja. In 1984, toen wij voor het eerst konden printen, hadden we matrixprinters. Daar ging papier in, maar daar gingen niet gewoon A4'tjes in, dat je in zo'n pak kocht. Nee, daar hadden ze aan de zijkant hadden ze de gaatjes gemaakt. Het ging dan door een of andere printding en nou ja, het zag er niet uit. Maar in dat geval hoefden we niet meer te typen, daar werden we heel blij voor. Printers die waren ontwikkeld in een beschermde, gepatenteerde markt waar er nog geen internet was. Waar er geen open source grootschalig beschikbaar was. Dus die werden in een beschermde omgeving ontwikkeld. En een jaar of 8 of 9, wil ik af zijn, later kwamen de eerste inkjetprinters. De eerste inkjetprinters. En nog 4, 5 jaar later hadden we laserprinters. Hele hoge kwaliteit, betaalbaar voor iedereen. Dus die evolutie van matrixprinter naar inkjetprinter naar laserprinter heeft een jaartje of 10, 15 geduurd. En op dit moment is het 1984 voor de 3D-printer. En die 3D-printers die zitten in een zwermomgeving met open source, met heel veel kennis die uitgewisseld wordt. Dus de evolutie van de 3D-printers die zal sneller gaan dan de evolutie van de gewone printers. En of het nou 3 jaar duurt of 5 jaar, daar wil ik af zijn. Maar binnenkort hebben we allemaal zo'n ding thuis betaalbaar staan. Hierboven hebben we zo'n ding staan en ik had een bijna spirituele, mystieke ervaring en ik heb er helemaal niks mee. Maar ik ging voor het eerst iets printen en toen dacht ik, oh my god. En dat begon op deze website, thingyfirst.com. De grootste database op dit moment, voor zover ik weet, in de wereld, met 3D-tekeningen. Net zoals Wikipedia, net zoals Instructable, maar dan met 3D-tekeningen. Kun je gewoon in zoeken. Again, er hoeft maar 1 iemand een tekening van 1 ding te maken en te uploaden en 1 miljard mensen kunnen erbij en kunnen het liken. Dus die snelheid waarmee zich dit verspreidt gaat snoeien, snoeien hard. En ik ben fan van Lego. Dus ik ging voor het eerst, ik ging gelijk zoeken naar Lego. Ik denk, dat is leuk. Wat klopt er niet aan dit plaatje? Is het een nieuw Lego stukje. Dit is een niet bestaand Lego blokje. Lego maakt geen L-blokjes. Die zijn er niet. En die jongen die dacht, nou en, dan teken ik gewoon eentje met een hoekie. En dat deed hij met een programma, ik weet niet wat, misschien Google SketchUp, dat is gratis volgens mij. Dan ging hij uploaden op deze site, 95 kb, dus als je aanklikken dan heb je het. En dat bestandje kun je dus openen met je programma van je 3D-print. En zeg je print en dan rolt er een paar minuten later een Lego-blokje uit. Ik zweer het je, als je dat voor het eerst in je leven voor je neus geprint ziet worden en je hebt het zelf gezocht en gedownload, deze wil ik. Dat is echt heel cool. En deze is helemaal compatible met gewoon echte Lego. Kijk zo. Kostprijs nihil. Wie van jullie is er op Lowlands geweest? Oké, op Lowlands drink je uit... heb je ook bier gedronken daar? Dat is heel populair daar. De bierglazen op Lowlands die zijn gemaakt van een bioafbreekbaar plastic, PLA. En dat wordt daarna gewassen in een grinder gegooid. En dan wordt er hakselaar. En dan heb je korreltjes. En dat is de grondstof voor dit spul. Dus PLA is volgens mij een plastic lactoseacide. Een biologisch afbreekbaar ding gemaakt van RLZ-meel. Dus een biologisch afbreekbaar blokje. Kostprijs niet eens je geld uit te drukken. Zo weinig. Maar... dit is ook Lego. Die is veel moeilijker, die is ook wat groter, hè? 14 MB. Dit ding is hartstikke duur. Als je deze wil hebben van Lego, betaal je geloof ik 6 of 7 of 8 euro. Dat is een hele moeilijke. Maar er hoeft maar 1 iemand om na te tekenen. En dan kunnen 1 miljard mensen kunnen dus gewoon downloaden en printen. Voor 1 cent. Of 2, wil ik af zijn. Dus geen 8 euro, maar 1 of 2 cent. En als die stuk gaat, maak je er gewoon nog een. Ik kan nog veel meer dingen printen. Deze bril is hierboven geprint. Het montuur. De kostprijs nihil. Dus we hoeven niet meer naar China. In de haven van Rotterdam weten ze nu al dat 3D-printers een van de grootste bedreigingen gaan worden. Want weet je wat ze daar in die haven doen? Spullen van boten afhalen die van ver weg komen en weer ergens anders naartoe brengen. Dat hoeft dus niet meer over een tijd. Hoe lang het duurt weet ik niet, maar dat is echt heel dichtbij. Want wij hebben hier al 3D-printers.
Er zijn nu jongetjes die gaan Warhammer poppetjes printen, dus downloaden en printen en op Etsy.com verkopen voor 6 of 7 euro. Dus die gaan echt never, nooit meer een krant... Nee, nee, krantenwijk doen ze niet meer vanwege de tablets. Gaan geen vakken meer vullen van de Albert Heijn. Waarom zou je nog vakken gaan vullen als je geld kunt verdienen met Warhammer poppetjes? Dus je krijgt een ander soort entrepreneurs. Dit is een filmpje van een jaar oud. Dit is een 3D-scanner. Misschien ken je de 2D-scanner. Leg je papiertje onder, doe je, heb je hem digitaal. Maar dat kan dus ook met 3D-dingen. Ik geloof dat die, ik weet niet wat ze kost. Ik heb laatst gehoord 200-300 euro voor een 3D-scanner. Niet eens zo heel duur. Every facet of the wrench into this computer. Dat is een Baco, zo'n gereedschapsding aan het scannen. Oh, that is cool. How accurately can you measure the shape? Heel nauwkeurig. The accuracy is within 40 microns. That's like a human hair width. Actually, a little less. That's incredible. All right, so the wrench was scanned. Here's the wrench that you did. Zo'n programma heb ik ook. Voor de 3D-printer hierboven. Sure. I want to select it and paint. Kunnen we nog schaven of sturen. Just that simple. When we're ready, we just go down and hit print. Dit is een andere procedure. Dit is met poeder. Alright, David. Printing's done. Let's take a look at your wrench. Okay. I don't see anything. It's in there. Just reach into the powder and pull out your wrench. Okay. Holy cow. Wow. Yep, there's a real wrench right oh there. Oh my god, you printed this. Yeah, it came right out of the powder. That's amazing. So all that's left to do is blow off the rest of that powder. That is cool. Yeah. A color 3D printer. I'm freaked out by this. It doesn't make sense. I'm holding this thing that is moving parts and it just came out of a printer. Wow. Just that easy. This changes everything. So how strong can this thing get? You can get strength. Yeah. Just by infusing this with a little extra resin. We could actually use it as a tool? Absolutely. Okay, let's see if this really works. Can I really put hard? Go for it, just as you would a real wrench. Okay. Wat de meeste mensen zich niet realiseren als ze dit zien, want dit is al überhaupt heftig. Er hoeft maar één iemand op de hele planeet één keer die tekening te maken van die baken. Dat is genoeg. Er hoeft maar één iemand die scan te maken. Binnenkort kun je gewoon, nou, ik wil een gereedschapskoffer met inhoud hebben. Klik, nou, zeg je, wil je, print maar. Nou, die hoef ik niet, die heb ik niet nodig. Doe je de rest van het gereedschap. En of het nou 1 jaar duurt, of 2 jaar, of 3 jaar, voordat je met één druk op de knop alle Lego blokjes die ooit bedacht zijn, in 1 keer kan downloaden, dat is gewoon klaar. Maar er zijn nu ook mensen die verbindingsstukjes maken, waardoor je Playmobil en Lego met elkaar kan laten samenwerken. Of Knex en Lego. We kunnen ons eigen speelgoed maken. Die kijken wel heel ernstig. Dit is toch cool? Ja. Dit is geen verhaal van overmorgen, maar van eergisteren. Dit is nu al. Dat stort dus hele industrie mee in. Is er al een basisschool met een 3D-printer? Een basis wat? School. Een basisschool met een 3D-printer. Nou, ik vertelde dit laatst aan de Jena-planscholen. Die zijn nu met z'n gekomen binnenkort hier naartoe. Dan gaan we met ze aan de slag. En dan gaan we en ondernemerschap bij z'n lagere scholen. En 3D-printen met lagere scholen doen. En ze laten klooien. Laat ze maar aan echte projecten werken in de echte wereld. En even het argument, ja, de hele industrie stort in. Nee. Kijk. Vroeger had je mensen die verdienden geld met het maken van karren voor achter een paard. Toen gingen ze nog spullen met paard en wagen doen. Toen kwamen auto's. Nou, en een keer hadden die mensen die karren maakten niks meer te doen. En dat was volledig geaccepteerd. Dat wordt nu anders dus. We maken ons zorgen om duurzaamheid en allemaal dingen. Ja, dat kan, maar volgens mij liggen de oplossingen zowel in andere organisatieparadigma's, waar we met ICKT over schrijven, maar ook in de wereld van technologie. En er zit nog veel meer aan te komen waar jullie veel meer over kan vertellen dan ik, maar dit staat nu voor de deur. En of het nou om astmapolis gaat, of over light jars, of over 3D-printers, dit is nu aan de hand. En hier willen we met Permanent Beta, en met het boek Nooit Af, die mechanismes willen we laten zien. Pak nog even een andere route. Jullie zijn allemaal op Facebook? Wie is er niet op Facebook? Nee. Nee, oké, okay, geef niks, dat komt allemaal nog wel een keer. Nee, even. Nee, ik heb mezelf afgelopen week virtueel gekild. Dus ik
Je hebt jezelf moed gepleegd online, dat geeft niet. Dan maken we gewoon een avatar voor je aan, dan ben je er toch een beetje bij. Er zijn 1 miljard mensen op Facebook. En ik heb Facebook heel lang echt niet begrepen. Totdat iemand ging uitleggen hoe die groepen werkt. Toen dacht ik, oh, werkt het zo. Dus je kunt een profiel maken. Daarna kun je pagina's maken. Dan kun je ook groepen maken. En deze groep begint al behoorlijk op een zwerm te lijken. Die heb ik voor jou opgericht. 4.500 mensen ongeveer. En in deze groep mag je maar 2 dingen doen. Een vraag stellen. Maakt niet uit wat voor vraag. Of het antwoord geven op een vraag. That's it. Mag overal overgaan. Er had laatst iemand die zei, ja, ik heb een pijp en een andere pijp en die moeten aan elkaar, maar ik weet niet hoe zo'n ding heet. En ook niet waar je dat kan kopen. Ja, als je niet weet hoe iets heet, weet je ook niet waar je moet beginnen. Ik denk, nou, dat duurt wel even. Binnen 5 minuten 6 antwoorden. Ik kom s'nachts wel eens uit de kroeg, dronken. Kijk, stiekem even, zijn ze er ook gewoon. Dus dit gaat gewoon dag en nacht. En dit is heel gaaf. En even, tuurlijk weet je niet of het beste antwoord ertussen staat. Maar bij Google duurt het veel langer voordat je antwoord hebt. En de mensen vinden het heel leuk om elkaar te helpen. En toen dacht ik, toen ik dit zag, nou, dan kan er wel meer. En bij de politie is het echt een bende. Bij de politie is het een bende, dus die werken nog zo. Maar ja, zo wordt het natuurlijk nooit veilig. Want een regisseur uit Harlingen, die deelt geen kennis met een regisseur uit Leeuwarden. Laat staan met iemand uit Limburg. Dus ik heb hier een politiezwerm opgericht. Het is een geheime groep. Niet zo handig als je op film staat, dat snap ik ook wel. Maar in deze groep zijn bijna 400 politieagenten lid. Dus ik heb een zwerm op Facebook met 400 agenten die lid zijn van die groep. Als dit zo doorgaat, heb ik over een half jaar 5-10% van alle politieagenten van Nederland in een korps. Allemaal korpsbeheerder, vinden ze leuk. En hier kunnen ze dus kennis met elkaar uitwisselen. Dus dit zijn hele andere organiseermechanismes dan die strakke hiërarchie. Want nu, wie is er lid van jullie, lid van Burgernet? Ken je het Burgernet? Oh, jullie niet? Nou, ik krijg nog wel eens een sms'je. Ja, Burgernet, dat is de politie dan. Hey Martijn, heb je ook een donkere meneer met een gele capuchon gezien? Nee, dat is een domme vraag. Ik ben al heel blij dat ze überhaupt de vraag stellen aan burgers. Maar wat nou als je een sms'je krijgt met, Martijn, we hebben een moordzaak en we hebben al 30 scenario's en toch denken we dat hij er niet tussen zit. Je hebt altijd echt hele rare ideeën. Wil je ook nog eens even meedenken? Want misschien helpt het. Kom je even een middagje langs. Je krijgt er niks voor, maar we hebben wel appeltaart. Wie zou heus wel een middag met moordscenario's mee willen denken bij de politie? Toch? Want daar wordt een beroep gedaan op je creativiteit en op je intellect en allemaal dingen. Dus de politie moet nu ook nog gaan leren om echte vragen te stellen in plaats van kleine domme vraagjes. En volgens mij gaat dit allemaal over exact dezelfde mechanismes. Wij weten bij Peur en Bert ook nog niet. We klooien maar wat aan. Daar zijn we trots op. We hebben hierboven een tech-atelier. Gaan we straks wel even kijken als je het leuk vindt. Waar we aan het prutsen zijn met 3D-printers. Met andere spulletjes waar we knutselworkshops geven. Er gaan steeds meer partijen aan meehelpen. Want die hebben ook in het midden van het land behoefte aan een locatie waar je dingen kan organiseren. We hebben een trucje uitgehaald. We hebben nu een banner hier staan. Dus nu zijn we bij Peur en Bert. Als jullie straks weggaan, halen we hem weer weg. Is het gewoon weer de kamer van koophandel. Maar elke keer als wij hier wat te doen hebben, dan zetten we die banner hier neer. En alle zalen heten dan even Permanent Beta. En hier mag je dingen organiseren, mits ze vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Dus geen geld vragen qua entree. Mits we mogen komen filmen. Dus als je hier iets wil doen, maakt niet uit wie je bent. Als je iets wil doen waarvan wij denken dat gaat over dingen die hierbij horen, dan mag dat. Maar dan moeten we ook alles mogen filmen, zodat een ander die er niet bij kan zijn, kan meegenieten. En als je dat niet wilt, nou, doen we het lekker niet. En je mag het niet met een winstoogmerk doen, omdat je snel geld wil verdienen, want ja, zo komen we natuurlijk niet verder. Dus dit is onze website, die zoeken we niet af. Alles wat we hier doen, filmen we. We hebben aardig wat filmmateriaal, en dat worden we steeds handiger in, dus er komt steeds meer bij. We hebben altijd spullen tekort, dus als je maar zegt wat je nodig hebt, dan kan iedereen komen helpen. Dus we hebben in Evernote een verlanglijstje gegooid met wat we nog willen hebben. Dus als je spullen hebt liggen thuis, misschien nog een bankschroef of een massagestoel, dat je denkt, hé, nou, worden ze blij van. Kom maar brengen, wij worden er blij van. Ik voorspel dat die lijst alleen maar langer wordt. En we hebben een meet-up omgeving. En die is wel fijn als organisatie-instrument. We hebben een community, de meet-up, die kennen jullie, want jullie hebben je aangemeld hier. En hier kun je dus elke keer nieuwe meetups in aankondigen. Dat zullen er steeds meer worden.
En dan kun je gelijk zien wie hier ook allemaal bij horen en wie dat leuk vinden. En een van de volgende activiteiten die we gaan organiseren hier is... even kijken, waar staat de dag van de Mancave? Staat die al online? Of nog niet? Een stukje omhoog en dan more. More. Even verder scrollen. Oh, die. Dit is een hele leuke om even aan te kondigen. De dag van de Mancave. Dit klinkt vast heel raar voor vrouwen, maar Mancave is een woord wat we een beetje gebruiken. Ik zal het even hier laten zien. Mancave. Ja. Je hebt, voor vrouwen die hebben dan zeg maar als ideale droom in hun huis een walk-in closet. Dan doe je een deur open en dan is dan niet een andere kamer, maar gewoon een ideale kast waar al je kleren kunnen hangen. Allemaal keurig gesorteerd of weet ik veel wat. Voor ons mannen schijnt het ideaal, maar ik ben geloof ik geen echte man, te zijn dat je dan op een knopje drukt, dat er een geheim luik naar beneden gaat, zo, en dan kom je in je grot. En daar staat het bier altijd koud, heb je zo'n flatscreen en games en er mogen geen vrouwen komen. En dat noemen ze dan een mancave, heb ik ook niet bedacht. En het leuke is, we hebben een website, die hoort wel bij Permanent Bed een beetje, dat is Conrad.nl. Conrad is de grootste leverancier van knutselspulletjes in Europa. Weerstandjes, allemaal dingetjes waarvan ik niet weet hoe het werkt. En die verkopen dat. En die dachten, ja, het gaat toch een beetje over storytelling. Dus we moeten gewoon die coole verhalen zichtbaar maken. Dus die hebben heel slim een blog gestart, mancave.conrad.nl. En daar zijn ze van alles in elkaar aan het prutsen. En een lol dat ze hebben. Dus daar een gastje van 16. Die heeft alle attracties van de Efteling nagebouwd in miniatuur. Helemaal werkend. En die is nu uitgenodigd om in Zweden attracties te gaan bouwen voor een attractiepark. Hoe cool is dat als je 16 bent? Want we hebben het web, dus je hoeft het alleen maar zichtbaar te maken. Dus we gaan nu met hun de dag van de Mancave, dat hadden ze bedacht, gaan we hier vieren, de 16e. En die gaan dus met ons allemaal van dit soort coole verhalen knutselen, Lego, zichtbaar maken. Ik zie net dat het gebarbecued wordt, dus dan moet het nog even gefixt worden. Hey Raymond, jij hield van barbecue, dat weet ik wel toevallig. En voor hetzelfde geld komt er niemand opdagen. Maar ja, het kost ook niks, dus ja, who cares. Dus spelenderwijs gaan we... Oh ja, er komen ook vrouwen natuurlijk. Maar dit zijn we dus hier aan doen. Klooien, dingen uitproberen in een domein waarvan we denken, hoe meer van dit soort blokjes we bij elkaar kunnen verzinnen hier, hoe meer kennis we kunnen vergaren en kunnen delen, hoe meer coole verhalen we kunnen gebruiken om deze jongens, overheid, het bedrijfsleven, de instellingen en BV Nederland kunnen uitleggen, jongens, dit moet anders en het kan anders, kom maar spelen, dan gaan we helpen. Ja, dat is volgens mij wat er nu nodig is in Nederland. Ik weet niet of het zin heeft, maar ja, one way to find out. Als je dacht dat dit veel was en zo, oh, wie heeft een smartphone? Niet iedereen. Ik was een tijdje terug in San Francisco, een Palo Alto bij de Google Campus. Deze bril heb ik in mijn vingers gehad. Als je nou denkt, ga ik echt niet mee lopen, heus wel. 15 jaar geleden of 20 jaar geleden had ik een mobiele telefoon. Tenminste, hij was portable, maar dat was zo'n accu met een draad eraan, met zo'n ouderwetse hoorn erop, zo. En die had in een schoudertas had je dan, daar kon je dan mee bellen in het bos. Dat vond ik handig, want ik had een buitensportcentrum. Toen zei iedereen, waarom zou je nou willen bellen in een bos, mafkees? Toen dacht ik, dat is handig voor klanten en zo. En inmiddels heeft iedereen een mobiele telefoon. En een aantal jaren later had ik een mobieltje, zo'n kleintje, met internet erop. Oh, dat was echt heel cool. Kon ik gewoon kon ik e-mail checken op mijn telefoon? Zei iedereen, wat een flauwekul Martijn, wat heb je daar nou weer aan? Lijkt me handig. Ik heb dus dit ding in mijn handen gehad. Dit is het nieuwe hobbyproject van Sergey Brin, een van de twee oprichters van Google. Die is namelijk heel slim. En die heeft ook heel veel geld. En die heeft ook heel veel slimme vriendjes, maar ook heel veel geld. En als die eenmaal een hobby hebben, kijk, dan mooi maar uit. Dit is een nieuwe hobby van Sergey Brin. En dit ding is er al, dus ik heb het vastgehouden, het is een prototype. Het heet Google Glasses. Dit is echt waanzinnig, dit verandert alles. Als die meneer in dat 3D-filmpje zei net, this changes everything. Klopt, maar deze ook. Hij is volgend jaar op de markt, $1,300-$1,400 geloof ik. Er zijn er nu 50 van. Als je deze bril opzet, dan verandert alles. Dus dan kijk je naar deze zaal en dan zeg je hardop, ken ik iemand? En er zit voice control in.
En dan komen er in één keer boven een aantal van jullie een pijltje te staan, zo naar beneden. En dan kijk ik, en dan kijk ik naar Maaike en dan zeg ik, wie is zij? En dan staat er naast haar, dit ding projecteert een datalaag op je oog. Dus je hebt gewoon data extra erbij. Dan denk ik, dan Maaike Bos, zo en zo, oud, single, weet ik veel. Of juist niet, afhankelijk van wat je dan weet. En dan zeg ik, wie kent zij die ik ook ken? Staan er een keer allemaal foto's van jullie, van allemaal wederzijdse vrienden boven. Je kunt zeggen van, doe even een foto van de Eiffeltoren. Dan projecteert hij dat. En dan kun je met je vingers zo doen. Want hij interpreteert dat als een gesture. Net zoals op de iPad. Want hier zit een camera in. En die camera maakt om de 10 seconden een foto van alles wat hij ziet. En dat uploadt hij gelijk naar het web. Bye bye privacy. Volgens mij, ik weet niet of je voor of tegen Israël of de Palestijnen bent. Maar ik weet zeker, als al die Palestijnen zo'n bril opzetten, los van dat ze daar geen geld voor hebben, dan ziet het conflict er in no time anders uit. Als iedereen altijd alles zichtbaar heeft en online heeft. Dit is freaky shit. Staat voor de deur. Heeft over een aantal jaar iedereen. Dit trekken we helemaal niet als mensheid, maar gaan we het toch doen. Dus dit zit er allemaal aan te komen. Plus allemaal dingen die ik niet snap, van Jury wel. Maar dat is dan zeg maar voor het. Jury gaat. Jij bent toch ook met een boek bezig? Heus wel. Ja. Kijk. P2. Dat is zeg maar wat er daarna komt. Maar binnenkort gaan we strikken, hij is hier nu een keer geweest, gaat hij hier ook een lezing geven. En dan gaan we gewoon filmen, hoef het boek niet te lezen. Ja. Goed, ik denk dat het meeste van wat ik wilde vertellen wel verteld heb. Voor de mensen die Iskatsi wel gelezen hadden, is het een beetje voor jullie gewoon logisch dat we nu deze kant op gaan met het vervolg van het boek? Hoop ik. Dat is een beetje persoonlijk. Ja, ik vind het een goed verhaal, maar je hebt de markt, je hebt een netwerk en je hebt hiërarchie. Ja. Dus drie organisatievormen. En ik ben het helemaal eens met je verhaal, met de trends richting netwerken, et cetera, en zwermen, eens. Maar in sommige contexten, sommige doelstellingen, is een hiërarchie of een markt beter dan een netwerk. Het hangt een beetje af van de context. Dus eens. Het gaat ook niet allemaal verdwijnen, denk ik, maar ik denk wel voor een groot deel. Er zijn heel veel grote stukken van deze vorm die niks toevoegen, wel heel veel kosten met zich meebrengen die wij met z'n allen moeten ophoesten voor geld dat wij eigenlijk niet meer hebben, omdat we het nodig hebben voor het oplossen van andere vraagstukken. Nou, wat ik leuk vind aan jouw verhaal is, doe het jezelf, dat is absoluut de hoofdtrend, van boven alles uit, vind ik. Maar het peer-to-peer stuk, dat tip je wel even, dat raakt je aan, zeg maar, aan het begin, met Napster en Kazaa, et cetera. Maar dat is volgens mij net zo belangrijk als do-it-yourself. Die hangen met elkaar samen. En ik ben gewoon benieuwd naar jouw visie van, hoe zie je die peer-to-peer ontwikkeling in termen van finance, in termen van educatie en gezondheidszorg, et cetera, et cetera. Zou ik even op ingaan? Peer-to-peer banking is al een tijdje aan de hand. Hebben ze in Nederland ook geprobeerd, heeft de banksector de nek omgedraaid. En peer-to-peer banking ik weet niet hoe dat technisch precies werkt, maar dat ik bijvoorbeeld mijn 10.000 euro in 1 miljoen stukjes hak. Dus het is niet zo peer-to-peer lending heet het dan. Dat ik mijn geld aan jou ga uitlenen en jij het weer aan haar uitleent. Want dat is niet handig qua risico als jij komt te overlijden of zo. Maar ik hak met software mijn 10.000 euro in 1 miljoen stukjes. Tof. En dan zeg ik, een derde van die stukjes gaat naar mensen uit de eerste graad van mijn netwerk. Op LinkedIn bijvoorbeeld, die ik ken. En die betalen dan 5% rente. Dat is echt 7% minder dan bij banken. Een derde zet ik weg bij mensen uit de tweede graad van mijn netwerk. Dus de kennissen van mijn kennissen. Tenzij ze bij een bankverzekeraar of een farmaceut werken. Dat vind ik stom. En die betalen dan 6,5% rente. En een derde doe ik bij microkredietprojecten in Afrika, maar alleen met water, want dat vind ik leuk. En die betalen 2% rente. Dan krijg je altijd nog net zoveel als bij de bank. Hiermee, met software, kun je gewoon je risico verspreiden. Want het enige wat een bank op dit moment doet, is het risico spreiden. Maar ja, die bank heeft er een heel duur instituut voor nodig, met allemaal systemen. Dat kan vast veel slimmer met technologie. En dan vinden ze daar niet zo leuk, want dan vallen ze door de mand. Dus dat weten ze nu nog steeds kapot te maken. We hebben Bitcoin, dat is ook peer-to-peer, denk ik. Dus er zijn al dit soort systemen aan de hand. En uiteindelijk gaat wat er nu gebeurt, gaat een keer in elkaar flikken. Dus we moeten al werken aan alternatieven die er al zijn. Maar ook patients like me, Cure Together in de zorg. Of Show Me App in de educatie, waarbij mensen zelf onderwijscursussen creëren, peer-to-peer, met elkaar delen, zonder van de onderwijsinstelling.
Ja. Het is een mooie, die kent ook niet iedereen. Miljoen gebruikers, hè? Minimaal. De species like me. Er zijn allemaal mensen met vage rare afwijkingen en ziektes waar de dokter geen raad mee weet. Dus die mensen kunnen hier een profiel aan maken met, nou, ik heb iets heel raars. De dokter snapt er niks van, maar hier heb ik allemaal last van. En als je dat maar nauwkeurig genoeg beschrijft, dan kan de database op zoek gaan naar mensen die, hé, wat gek, dat heeft zij ook. Ook als je cola drinkt en je eet een dropje bij, gaat het sowieso mis. Even een korte dropje. Dat kun je dus, kun je op zoek naar gelijke patronen. En wat heel gaaf is, ik was laatst bij het Trimbos Instituut, een onderzoek naar verslavingszorg en dat soort zaken. Die hebben hier al informatie uitgehaald van, oh my god, hier zitten pareltjes in waar de medische industrie en de farmacie nog niet eens bij kan. Omdat mensen bereid zijn met elkaar die informatie met elkaar uit te wisselen en te gaan delen. Dus inderdaad, een goed punt voor jou en Erwin, vast goed aantekeningen zitten maken, toch? Peer-to-peer inderdaad in combinatie met do-it-yourself is een groot ding. Alleen ik moet eerlijk bekennen, ik ben er niet diep genoeg ingedoken om daar nog verder wat van af te weten. Dus deze kende ik wel. Maar dit zijn wel heftige krachten die op ons hele systeem, samenleving en maatschappij werken. Ik kan uren praten, maar volgens mij zijn jullie hier niet om urenlang naar een verhaal te gaan luisteren, maar waar je vier dat er een boekje was. Dus ik ga even een beetje kort door de bocht. Andere vragen over wat je net gezien of gehoord hebt, of over permanent data? Heb jij enig idee, dat is allerlei dingen aan het veranderen, zeker ook die macht van die grote organisatie. Heb jij een gevoel bij hoe lang dat nog gaat duren? Nou, het is al de farmaceutische industrie gewoon niet meer de belangrijkste speler is. Of niet meer alles kan dicteren. Of de banken, zeg maar. Banken zijn ook heel machtig. Ja. Nou, een van de ontwikkelingen is dat de versnelling van ontwikkelingen zich versnelt. Dat is op zich niet heel raar. Als je kijkt dat communicatietechnologie goedkoper en krachtiger wordt. Toegankelijk voor iedereen. Dat zelfs de laatste 1 miljard mensen in de Rimbo komende 10, 15 jaar ook nog aangesloten gaan worden. Dat gaat gebeuren. Hoe zeg je dat? Die kennisontwikkeling gaat cumulatief. Dus dat gaat heel snel en het is elke keer zichtbaar op al die platforms. Dus volgens mij hebben we te maken met exponentiële ontwikkeling. En hoe snel dat gaat en hoe hard dat gaat, ik heb geen idee. Maar voor mijn gevoel zijn dingen als banken, grote organisaties, nou misschien nog een keer 10 jaar, 15 jaar. Maar ja, ik zie niet in hoe dat heel veel langer nog kan duren. Alleen, ja, we weten het niet. En we weten ook niet wat de overheid bijvoorbeeld probeert er tegen te gaan doen. Ik was vandaag bij een debat van TNO over nationale veiligheid. Met de AIVD en dat soort partijen. En die zitten zich echt druk te maken om 3D-printen. En ik denk, ja, wat ga je daar nou aan doen dan? Dat hou je niet. Dat kun je wel gaan verbieden. Maar hoe wou je 3D-printers gaan verbieden? Of gaan reguleren. Nou, zou niet het enige gevaar zijn dat machthebbers die deze ontwikkeling niet leuk vinden, dat die het internet gaan platleggen? Dat zou kunnen, alleen die machthebbers die hebben hun macht te danken aan ons. Dus als wij zeggen dat gaan we niet doen, dan is die macht weg. En die babyboomers die nu nog aan de macht zijn, die zijn langzaam weg aan het gaan. En die generatie die erachteraan komt, dus misschien een generatie die snappen allang. Oh, wacht even. Nee, dit is niet zo handig. Want wij kunnen met onze macht wel proberen de belangen van de farmacie te beschermen. Maar we kunnen diezelfde macht ook gebruiken om die mafketens die dit verzinnen te faciliteren, om het snel op te lossen. Want leuk dat je de macht hebt, maar die kun je alleen maar houden als je ook mee helpt bouwen aan oplossingen. Stel, even hypothetisch, dat de regering internet plat gaat leggen, zoals in sommige Zodra de Nederlandse rechtsstaat, of de Nederlandse regering internet plat gooit, denk ik dat we nog veel sneller decentrale netwerken hebben. Want er zijn nu al genoeg hackers die dan snappen hoe je dan internet moet bouwen zonder de overheid. Dus dan krijg je een sneller internet, of nee, niet een sneller internet, maar dan krijg je heel snel alternatieve netwerken. Want dat is het hele idee van internet. Dan komen de Hermans in actie. Ja, maar die zijn nu al in actie. Er zijn nu al zat hackersgroepen die denken, nou, als de boel plat gooien, dat hadden we destijds ook in de Koude Oorlog. Nou, als onze vitale infrastructuur geraakt wordt, dan heb je allemaal subgroepen die iets nieuws gaan bouwen. Dus hoe hou je dat tegen? En met welk argument dan? En ik heb niet de oplossingen, dus het is complex, maar ja, laten we vaststellen, het is nu ook complex. Nou, kijk naar het hypotheekvraagstuk, het bankvraagstuk. Kijk, ja. Het is hetzelfde als met printers, als jij een Xerox laserprinter hebt. Wat heel veel mensen niet weten, is dat alles wat je doet is traceable. Ja. Niet op naar persoon, maar wel per printer. Ja.
Dit moet ik even toelichten, omdat mensen anders het niet weten. Dit is watermarking en fingerprinting. Dus elke actie die je onderneemt, wordt zeg maar gelogd via de printer. Zeker nu die connected is. Ja. Hetzelfde geldt voor een 3D-printer en voor een DNA-printer en binnenkort een neuroprinter. Dus terroristen zeg maar, of criminelen kunnen op die manier worden tegengewerkt. Ja. Dus daarnaast, er zijn heel veel technieken zeg maar, die mensen hanteren van organisaties als IVD of FBI of CIA. Om dus het excessen te voorkomen in de hele supply chain. Mm-hmm. Dus ik ben er wel redelijk optimistisch over. Oké, okay. Ja. Even voor mensen die denken, dit is abracadabra voor mij. Printen schijnen, ik weet niet of alle printmerken dat doen. Als je wat print, kun je met een microscoop kun je het papier onder zeg maar gaan bekijken. En zitten er hele kleine afwijkingetjes of patronen of watermerken of dingetjes in het printerpatroon. Dus je kunt zeg maar het type nummer en het serienummer schijnen terug te kunnen halen per printer. Ja. Hoe dat werkt weet ik niet, maar dat heb ik inderdaad wel eens gelezen. Dat geldt voor 3D-printers en ook voor DNA-printers. Ja. Oké. Okay. Is dat erin gestopt of is het gewoon een kenmerk van... De fabrikant levert dat mee. Ja. Dat is met de printer. Maar goed, als een open zorgbeweging zoiets maakt, stoppen zij dat dan niet. Klopt. Nee, dat klopt. Ja. Maar ik weet niet of dat allowed is, maar dat weet ik niet. Nee. Goed, grote vraagstukken. Maar ja, aan de andere kant, even waar we voor staan als samenleving is ook niet gering. En als je kijkt naar de schuldenlast die we hebben... En als je kijkt waar de muntunie, of de Europese Unie voor staat, we hebben best wel een hoop uitdagingen. En het is nog nooit zo makkelijk geweest voor een individu om te gaan helpen puzzelen. Als kijk je naar de behoeftepyramide van Maslow, ja, dat gaat niet over geld verdienen, dat gaat over hoe kan ik iets toevoegen. Dus de gast die dit heeft bedacht, nou, die kan gewoon, die heeft genoeg karma voor de komende 3 reïncarnaties volgens mij. Ja, die heeft gewoon iets toegevoegd waarvan je denkt, ja, dat is echt een heel goed idee. En dat gaat nu steeds sneller en makkelijker. Het is natuurlijk niet echt een feestje, we hebben geen DJ en zo, maar we zijn toch heel blij en zo. Dus we hebben voor iedereen uiteraard een kleintje e-secretie gratis. We hebben hier een mobiele pinautomaat, jawel. En vanavond hebben we voor mensen, want jullie zijn de fans van e-secretie of ambassadeur, anders was je hier waarschijnlijk niet. Mogen jullie kleintjes bij ons kopen voor de kostprijs? Ik kijk wel even, is dat 1 euro inclusief BTW of exclusief BTW? 1 euro ex BTW, maar het is 6% geloof ik, hè? Of euro. Dus als je denkt, ik wil er gewoon 50 of 100 of 500 hebben om weg te geven aan vriendjes en vriendinnetjes, omdat iedereen dit moet lezen, dan kan dat dus. Dus jullie, nog goedkoper lukt ons ook niet dan kostprijs. Maar. Dat is niet normaal. Hij gaat 4,95 kosten in de winkel, zeg maar. 4,95. Schatje ben je. Maar 4,95 als een cadeauboekje is hartstikke leuk. Leuk, ik hou me eigenlijk voor het eerst echt vast. Dus dank voor jullie komst. Als je zometeen drinken en koffie en dat is allemaal van ons natuurlijk. Laten we nog even een beetje lekker kletsen met elkaar, maar laten we het plenaire stukje even gaan oplossen. Mocht je wat bij boekjes willen hebben, kun je bij Sonja terecht voor de bulk. En voor iedereen is er dus zo'n boekje. En Erwin is natuurlijk bereid om het te signeren, hè, natuurlijk. Ja. Net als ik, uiteraard. Oh, dat is nog wel leuk. We hebben nog een voorraadje van deze. Maar dan zonder ezelsoren, heel mooi, netjes. En daar moeten we nog van af. Dus die gaan we voor, omdat er komt een nieuwe versie uit in kleur. Voor maar 15 euro, maar dat kan pas als deze op zijn. Dus die moeten eerst op. En daar hadden we een list voor bedacht. Hoe was die ook alweer? Eigenlijk de aanschafprijs van het kleintje wordt van de prijs... Dat moet kosten €27,50. De aanschafprijs van het kleintje wordt van afgetrokken. En nog een korting, en dan is die €18. Oké, dus even je hebt gehaald. Dus als je deze snel wil cadeau doen aan iemand, betaal je €18 in plaats van €27,50. Dus die hebben we even fors in prijs verlaagd. Je kunt hem nog steeds gratis downloaden. Maar als je hem cadeau wil doen, ja, een PDF cadeau doen is natuurlijk niet stoer, hè. Kun je niet inpakken, snap je zelf ook wel. Dus dat is het een beetje. En onwijs fijn dat jullie erbij waren. En laten we hopen dat jullie net zo enthousiast zijn voor over ons nieuwe boek. En dank voor alle input. Ja.